Ik vind dat Mimund haar verhaal moet doen, de motivatie, waarom en hoe zij de toekomst ziet. Dus ik geef het woord nu aan Mimund Boussakla. Vorige week werd ik gecontacteerd door Jurgen. Hij vroeg mij om op de lijst of ik geïnteresseerd ben om op te komen voor de lijst De Dekker. Voor het pushen moest ik het niet doen, want de kansen om verkozen te geraken zijn heel klein. Dus afgelopen zaterdag heb ik zelf die beslissing genomen om op te komen voor lijst De Dekker. Ben ik veranderd? Nee, ik ben niet veranderd. Iedereen kan in mijn boek Couscous met Frieten mijn standpunten lezen, hetgeen waar ik tot en met vandaag voor blijf strijden. Momenteel bepalen een handvol mensen binnen de SPA-top welke lijn moet worden gevolgd en wie daarbij aan bod komt. Een eigen standpunt dat lichtjes afwijkt van de partijlijn is gevaarlijk. Een spijtige verandering. De basis van de partij, de leden, de kiezers, hebben niets meer te zeggen. Van kinds af aan heb ik gevochten voor mijn vrijheid. Heb ik gevochten om op te komen voor mijn eigen mening, om mij te emanciperen en mij te kunnen ontplooien. Ik heb gevochten tegen elk vorm van onderdrukking, ook binnen de eigen gemeenschap, de allochtone gemeenschap. Maar ik ben niet van plan om mij te laten onderdrukken en zeker niet in een progressieve partij. Ik ben absoluut er zeker van dat allochtone gemeenschap, dat betutteling dat nu gevoerd wordt, dat dat tegen de allochtone gemeenschap zich keert. En het wordt tijd dat die gemeenschap ook aan bod komt en hun eigen mening zeggen. En ik wil hier benadrukken dat de allochtone gemeenschap niet vanzelfsprekend socialisten zijn. Ik heb nog nooit het woord zwijgen zoveel gehoord als in die laatste 4 jaar. En het gaat niet meer over de inhoud. Ik wil wel af en toe eens kunnen zwijgen, maar dan moet je ook met duidelijke argumenten afkomen van waarom denk ik moet zwijgen. Maar zomaar zeggen bijvoorbeeld, om een heel gemakkelijk voorbeeld te geven, SPA heeft, ik heb dat nog nooit begrepen, dat was mijn zwaarste teleurstelling. SPA heeft samen met de PS in 2004 een islamitische wet, in sharia-wetgeving, verstoting, hier hebben ze goedgekeurd. Hoe kunnen wij in een land als België zo'n wet goedkeuren? Men beseft absoluut niet met welke, dus die vrouwen die slachtoffer zijn van die verstoting, worden nog eens eigenlijk gestraft door ons huidig politiek. Ik vind dat tegen de mensenrechten in. En ja, ik heb gelukkig, ondanks de zwijgplicht, altijd via de media toch bepaalde thema's te proberen door te breken. En daar ben ik vandaag op afgerekend. Het gaat, in Antwerpen gaat het over Kathleen van Bempt en Patrick Jensens en Caroline Genet die alles bepalen, het lot van alle Antwerpenaren. En op nationale vlak gaat het ook over enkele tweetal mensen. En dit vind ik ondemocratisch. Ik heb het programma van Lijst De Dekker ook gelezen. Zeker wat mijn thema sta ik daar 100% achter. Ik ben zelfs heel blij dat er zaken zijn opgenomen zoals afschaffing van de Snelbelgwet. Afschaffing van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Dat is iets waar ik altijd voor gepleit heb. Er staan zelfs zaken zoals hetgeen waar de SPA nu wilt, waar dat ze een breekpunt van willen maken, namelijk het rookverbod in de horecasector. Ik vind dat onverantwoord. Men zegt dat de partij opkomt voor de kleine man. Nee, laat die mensen werken. En laat de uitbaters zelf beslissen of ze al dan niet een rookverbod willen invoeren in hun locatie. En ik heb ook gelezen in het Lijst De Dekker dat ze daar absoluut tegen zijn. En ik sta er ook 100% achter. En zeker alles wat in zaken immigratie betreft lijkt mij een zeer haalbaar en realistisch programma. En daar wil ik mee campagne voeren. Een van de stappen waarom ik toch de politiek ben ingegaan, dat is, ik heb heel veel steunbetuigingen ontvangen van heel veel Vlamingen, ook allochtonen. Ik heb mensen huilend aan de telefoon gehad die dat een jammer vinden. Ik heb ook mensen die mij feliciteren. Maar er zijn er heel veel mensen binnen de partij die mij steunen, maar die machteloos staan. En die hebben dat ook gezegd van Mimund, het is heel erg, we begrijpen uw beslissing. En ja, en het zal niet de eerste keer zijn.
Maar ik ben echt opgelucht dat ik daar ben. Louis Toubac misschien.